Thorisson Willem. Wijmans kiest meteen voor Baten. En Nubi ernaast. En zo Verlinde de goal. 1-0 Beerschot. Thibaut Verlinde opportunistisch. En een bekroning, een bevestiging van zijn goede vorm de laatste weken. Hij scoort opnieuw, net als vorig weekend tegen Dender. Wat ook een opportunistische goal was, dus dat betekent dat je het aanvoelt, dat je het ruikt. En dat je je goed voelt op het veld. En dat is nu nog maar eens het geval. Doelpunt nummer 4 voor hem in de Challenger Pro League. De bal van Wijmans die doorglijdt. Nubi ernaast. En Verlinde. Uitstekend. Onder Poitou. Een terugkeer van Matthijs, dat is knap gedraaid. En Baten van hetzelfde. Het is 2-3, dus ze zullen iets moeten proberen. Een inlopende van den Berg. Van den Berg, die slaat op erdoor. Van den Berg tegen de paal. Het is hem gewoon niet gegund, Jan van den Berg. Alsjeblieft, fantastisch gedaan. Niet meteen wil trappen, ingehouden. Ziani. Guavita. Die legt hem achteruit. Daar is Galidi met de kans. Galidi, die schiet hem tegen de paal. En dan gaat hij nog niet binnen. Jongen, 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 wat is met dat hier allemaal? Guavita. Even handig. Rico staat Paul. En dan is ook daar weer ruzie om de bal. Van den Berg die dan de bal wil afnemen. En dan Guavita die het zuid deelt. Van den Berg die dan gaat liggen. Ja, we kunnen één ding zeggen. Bourdoudoui heeft deze wedstrijd niet onder controle. Dit is de derde keer dat dit gebeurt. Guavita krijgt dan rood. Omdat hij inderdaad een beweging doet naar Van den Berg, naar zijn keel.